Ja, nu zijn we postweg zijn we nu voornamelijk aan het aflassen. Hij zat denk ik voor 80% nu ongeveer in elkaar. We zijn nu aan het aflassen. Zijn ook onderdelen aan het bijplaatsen. Er zijn elke fases. En Heumweg zijn we echt net begonnen met het wegdek te fabriceren. Er wordt deze dagen in Gorinchem volop gewerkt aan de twee fietsbruggen die nog dit jaar bij de rotonde Postweg-Heumweg tussen Den Bosch en Vught geplaatst moeten gaan worden. Dat is nu namelijk nog een gevaarlijk punt. Ja, je merkt natuurlijk bij de rotonde die dus nu daar staat, ook met de helling naar beneden toe, dat fietsers vaart maken, dat het overzicht niet zo goed is. Het wordt dan alleen maar drukker. Er komt nu een turbo-rotonde, zodat het verkeer makkelijk afgewikkeld wordt. Maar veel belangrijker, er komen twee fietsbruggen, ook voor voetgangers, om op een veilige manier van 's-Hertogenbosch naar Vught en andersom te gaan. De werkzaamheden aan allebei die bruggen zijn momenteel dus volop aan de gang. En hoewel het bedrijf in Gorinchem al 45 jaar bestaat, en ervaring heeft met onder meer de Merwedebrug en een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, is dit toch een uitzonderlijk project. Bruggen is wel een routineklus voor Mercon. Alleen fietsbruggen, echt alleen een fietsbrug, dat hebben we nog niet gedaan. Dus eigenlijk is het wel best uniek die voor Mercon, ja. En wat voor gevoel geeft dat? Nou, het is gewoon een hele leuke rij. Het zijn best complexe bruggen qua ontwerp. Er zitten best wel innovatieve dingen in. We hebben een geweldig leuk projectteam. Het is een heel mooi project van A tot Z. Ja, toen ik net als wethouder begon, was het eigenlijk een van de eerste opgaven om te zorgen dat het veiliger werd voor de fiets. Maar ook om de auto goed af te wikkelen tussen Vught en 's-Hertogenbosch. Dus het is belangrijk dat fietsers makkelijk naar Den Bosch kunnen en van Den Bosch naar Vught. En ik ben bijzonder onder de indruk om de twee fietsbruggen ook hier te zien en hoe dat dan gemaakt wordt. En ik ben ook wel benieuwd hoe het er dadelijk op het eind echt uit gaat zien. Er zijn inmiddels wel al schetsen en 3D-tekeningen gemaakt. Maar omdat de bruggen tijdens de werkzaamheden ondersteboven liggen, is het nog lastig voor te stellen hoe ze eruit gaan zien wanneer de beide bruggen daadwerkelijk geplaatst gaan worden. Met het hele project rondom de fietsbruggen en de turborotonde is 4,8 miljoen euro gemoeid. Betaald door de gemeente 's-Hertogenbosch, de gemeente Vught en de provincie Noord-Brabant. En we verwachten dat het zo'n eind van het jaar rond november, december klaar is. U bent zelf ook van het fietsen? Absoluut. Zou u gebruik maken van deze fietsbruggen? Zeker, ik fiets ook graag naar het IJzeren Man om daar af en toe ook te zwemmen. Dus ik zal zeker de fietsbrug gebruiken. En ik denk dat heel veel mensen en ook scholieren natuurlijk met veel plezier de fietsbrug zullen gaan gebruiken.